Nu nog biedt het Kruispunt onderdak aan diverse verenigingen. Maar op termijn gebeurt dat in het nieuw te bouwen dorpshuis. Dan komt er op deze locatie ruimte voor woningen. De economie van de IJsselgemeente drijft voor een belangrijk deel op tuinbouw. In de Zuidplaspolder vind je moderne kassencomplexen, waar gerbera's, rozen, orchideeën, tomaten, paprika's en aubergines worden geteeld. Ze vinden hun weg over de hele wereld. Andere bedrijvigheid tref je met name op het terrein de Hoge Venen. Daar zitten vooral de wat grotere bedrijven. Kleine Vink zou in de toekomst vooral ruimte moeten bieden aan lokale ondernemers. Ook de bibliotheek aan de Reigerhof is allang niet meer de plaats waar je alleen komt om boeken te lenen. De gemeente heeft er om te beginnen bij de ingang een eigen informatiehoek, waar je bovendien boodschappen van de Rijksoverheid aantreft. Naast een goed boek vind je in de bibliotheek nieuwere media zoals videobanden, geluidscassettes, cd's, cd-roms, dvd's. Verder kun je er bronnen raadplegen via de computer. Je kunt er alle mogelijke naslagwerken inzien. Microfilms en krantenknipsels en je kunt er op je gemak je favoriete tijdschrift lezen. Het aardige is dat u heel wat informatie kunt bekijken zonder dat het u een cent kost. Alleen als u materiaal wilt lenen, moet u eerst lid worden.